Hallo jongens, ik heb sinds oud en nieuw niet meer gevlogd, dus happy new year. Ik was heel verrot, want we gingen pas om 7:30 ochtends slapen. En werden toen weer heel vroeg wakker, maar het was echt het leukste oud en nieuw ooit. Heel leuk. Verder gewoon een beetje gechilled. En nu zijn we in Nijmegen. Want we gaan hier een nachtje slapen. We gaan eerst naar het theater, naar de regels van Floor. En dan gaan wij het eten bij Orient Plaza. Hey, de Bite Club. Big Green Egg kan je daar. Ik wilde eigenlijk zo'n teppanyaki doen dat zo iemand aan tafel voor je gaat koken. Maar dat is er niet op dinsdag. Dus we krijgen dan een Koreaanse barbecue. Dus dat is een eigen bakplaat. En dan kunnen we zelf ons eten daar bakken. Dus dat is heel leuk. We zitten echt op een coole plek. Kijk, we logeren dus hier in VOF. Ik weet niet waarom het VOF heet, maar De Prins. En het is het oudste gebouw van Nijmegen. Dus waarschijnlijk is dit als eerste gebouwd van heel Nijmegen. Ik kan hier totaal niet parkeren. Dus we rijden nu weer achteruit. Oh, je kan hier parkeren. Maar het is allemaal vergunninghouders. We zitten ook aan een boulevard, aan een soort pier. Dus ik ben benieuwd. En dan kom je zo binnen. Dan hebben we hier een hele keuken die we niet gaan gebruiken. Maar wel handig. Hier is een badkamer. Best wel fancy. Met een wc, een mooie wasbak en een douche. Zo. Dan hebben we hier een stapelbed. We kunnen hier dus met 4 mensen slapen. En... het is een beetje industrieelachtig met bakstenen. En ik dacht dus dat we trouwens een balkon hadden, maar dat hebben we niet. Dit is ons uitzicht. Het is wel echt het lelijkste uitzicht wat je ooit in je leven hebt gezien in een hotel. Ja, wel een soort vibe. Het voelt een beetje alsof we in Berlijn zijn. Oh, dit is dan de room. We zijn in het theater. En ik vind het zo leuk, want het doet me helemaal denken aan vroeger. Want het is niet echt zo'n mega grote musical theater, maar echt een theater. Gewoon echt toneel. Kijk hoe leuk. Helemaal zin in. Nooit door de voorstelling heen praten. En als je telefoon gaat, dan wordt die hoe dan ook vernietigd. We moeten dan met dope shit. We moeten met Margreet. Brian en Jeroen kunnen toch nooit doorbreken zonder een leadgitarist. Ja, en ik durf Margreet niet eens te vertellen. Steek maar de spul mee. Heb ik daar voor al die jaren op school gezeten? Fuck. Jan, ik ga je even plantje doen. Het is een rotmerk. Concentreer op je ademhaling via je neus in, via je mond weer uit. Met je mijn toekomst in de war schoppen. En die van mij, hè? Mijn coachingspraktijk. Of, maar die coachingspraktijk. Daar laat ik. Onze wereld heeft ons dan. Vandaag ik ga dit doen. Regel 7. Ouders hebben meestal hele slechte ideeën. Maar soms zit er toch iets leuks tussen. De voorstelling was echt super leuk. Het is echt een aanrader. Heel goed. Ze deden het helemaal met z'n vieren. Met maar één setting eigenlijk. En het was echt heel knap gedaan en super leuk. En ik moest heel veel lachen ook. Lekker uit eten. Wow. Mega groot hier. Wij gaan bij... weet ik niet. Kijk. Dit is onze tafel. En dit is champignons in het water. Kijk, zo is het dus. Je kan ook sushi bestellen. Huh? Maar ik snap het niet, want hier kan je de sushi bestellen. Maar wat kan je dan op de barbecue doen? Oké, we mogen dus dit briefje gewoon op tafel laten staan. Dan komen ze het ophalen. Dan kan je allemaal sushi en zo bestellen. Dan is dit bouillon met normaal en pittig. En dan kunnen we daar allemaal vlees en dingen halen die we erin kunnen gooien. En hierop kunnen we ook nog dingen doen. En dan zijn er ook nog toetjes aan. Wow, je hebt dus allemaal dingen die je kan pakken. Je hebt beef, garnaal, wat groenten. Ribeye hebben we daar nog. Lam. En dan ook nog dingen als kimchi. Dat gaan we dus hier opleggen. Hier moet het koken. Wow, het gaat super snel. Dit is octopus. Nou, het was wel heel leuk. Ik hou wel meer van toch een beetje echt uit eten, maar het was wel leuk. En nu lopen we, hebben we geparkeerd en lopen we zo de winkelstraat in en zo op ons hotel af. Superleuk, een beetje het oud stukje. Kijk, we lopen nu zo het centrum door en dan straks het hotel tegemoet. Dat was een mooie broek heb ik. Breakfast. Oh, hier kan je eitjes laten bakken. Breakfast.
Dit is echt de meest foute jas ever. Ik wil deze hebben. Zo'n chilled vest voor thuis. 25 euro van Juicy Couture. We zijn even de grens overgegaan in Kranenburg en nu zijn we in de DM. Oh my god, my dream. Kijk hoe schattige minietjes je hebt. Je hebt zelfs een mini van Fomi. Hoe leuk. En allemaal superleuke kinderdingen en het is allemaal gewoon zoveel goedkoper. I love it. Wow, deze is hier maar zo goedkoop. Het is dat ik dit soort dingen allemaal niet meer gebruik, maar anders wilde ik dit allemaal hebben. Buttercream? Natuurlijk. Nee. Kan ik me niet voorstellen. Sowieso niet natuurlijk. Vegan, dat wel. We zijn in de Aldi. Kijk wat voor nest. Ze hebben dus allemaal soort vlees, stukjes vlees in gelei en stukjes groente in gelei voor op je brood. Ik hou echt van buitenland. Ze hebben zulke rare dingen hier. Zo, we hebben allemaal snackies voor in de auto. Dit is een party cracker, nog bagels en allemaal hele lekkere dingen. Thuis ga ik alles laten zien wat ik heb gekocht. Superveel. Koop tanken. Alles wat we tot nu toe eten is best wel smerig. Blijkbaar zit er een soort roomkast in zijn olijf. Nee, wortel hoor. Nee, niet zo lekker. Best vies. Ik vind zwarte olijven nooit vies. Heel goor. Oké, we zijn weer thuis en ik wil even aan jullie laten zien wat we allemaal hebben gekocht. Slash wat ik allemaal heb gekocht. Deze thee, winterpunch met amandel. Een Duitse havermelk barista. Nog sinaasappel kaneelthee. Deze is super grappig van knochie. Kürbis knochie met basilicum. Deze pasta voor ons en voor mijn vader, want we gaan morgen naar mijn ouders. En die vindt het denk ik ook wel leuk, zo'n dikke pasta. Balsamico met truffelsmaak. Ik eet heel vaak balsamico. Het is super lekker om burrata met truffel te eten. Dit is voor in de zaak. Nog een lekker kaasje voor thuis. Geitenkaas met kruiden en geitenkaas met bokshornklee. Nog een balsamico met basilicum. Nog een citroen spaghetti. Dadelvijgen soort van roomkaas. Ik vond het wel leuk voor een borrel. En nog spinazie kurkuma en nog een citroen spaghetti. Dit is een boezie. Kom boezie, we gaan... Oh, oké. Okay. Wat heb ik nou nog meer? Echinacea, dat heb ik bij de Aldi gekocht. Nou, dan hebben we eieren. Allemaal voor 4 euro huid, haar, nagelgummies. Ik heb er nog meer. Een soort leuk toetje. En dan niet met Smarties, maar marshmallows. Knoggie gevuld met spinazie ricotta. Ik eet eigenlijk nooit knoggies, maar het leek me wel lekker. Nog zo'n kant-en-klare guacamole. Broodjes maak, deeg blijkbaar. Nog een zo'n yoghurtje, dat was een 80 cent met van die muesli. Dit deed me echt denken aan Frankrijk. Vroeger van die lavashkiri-achtige smeerkaasjes, maar dan met allemaal verschillende smaken. Dat is altijd heel lekker. En nog een kaasje, dus het rook erg lekker in de auto. Oh, feta, dat had ik nodig voor de zaak, dus ik dacht, koop het gewoon vast. En een prosecco zonder alcohol vond ik leuk als onze vrienden bijvoorbeeld langskomen die geen alcohol drinken. Dan zijn dit die gummies met vitamine D3. Bruschetta crème met ricotta en paprika. Het leek me een beetje zo'n soort peppadew-achtige dip. Dat leek ook wel lekker. En nog voor de avondeten. Er is nog veel meer. Het is echt heel veel. Nog meer thee. Dit is met pruimen en kaneel. Dan allemaal vegan worstjes voor in de zaak. Want dat bestel ik normaal op een website. En heel veel komt uit Duitsland. Dus ik dacht, oh, ik ga kijken wat ze allemaal hebben. Gele paprika cashew dip. Een vegan rode linzen dip. Dan nog meer van die seitan worstjes. Dat heb ik allemaal zakelijk gekocht. Nog een soort van keelpijn spray. Smoothie met kokoswater. Allemaal nog meer vegan pastei paté-achtige dingen. Vegan tofu, dat is daar allemaal veel betaalbaarder. Sowieso de biologische spullen daar zijn echt geweldig. Dit is met kartoffel, hi poesie. En nog, we hadden wortelsap in de auto gedronken. Dit is nog wortel, appel, curcuma sap. Hier ben ik heel benieuwd naar. Dit was 6 euro of zo, dus best duur.
Maar het is dus haverdrink kan je hiervan maken als je er water bij doet. En dan krijg je 4 liter. Dus ik ben hier super benieuwd naar. Want stel je gaat op vakantie of zo, je neemt dit mee. Heb je dan inderdaad gewoon voor al die tijd havermelk tot je beschikking. En schuimt het ook. Ik zal het wel even laten weten. Dit is ook nog een vegan dipje. En dit is een 7 dagen shot met johannesbeer, rode biet en chili. Deze douchegel vond ik super lekker ruiken. Dit merk heb je ook in Nederland, maar deze kende ik niet. En ik heb allerlei dagcrempjes en zo gehaald. Een collageen dagcreme van Balea, een Q10 dagcreme. Dat is daar ook mega cheap. Nog kokoswater spray, dat is heel lekker in de zomer, dat je dan zo'n verkoelende spray hebt. Zeep met, hoe heet het, bramen en vanille. Biologische havercreme, dat heb je ook gewoon in Nederland, maar alles is daar best wel cheap. En een nachtcreme Q10. Een oogroller, gezichtsroller met rozenkwarts. Echt heel apart. Van Alverde. Daar heb ik er 4 van gekocht. Pumpkin spice. In een zakje. Dus ik weet niet of het lekker is, maar ik vond het zo leuk dat ik er meteen 4 heb gekocht. De volgende tas. Dit zijn neusstrips. Clear up strips met aloe vera. Tandenstookdingetjes met 0,45 mm. Ik heb allemaal dingen voor in bad. Morgen gaan we naar mijn ouders, dus daar kan ik sowieso in bad. Dit is Fizzy Sparkling Party met schuim. Een mini Elnet, want dat is best wel handig. Gewoon af en toe dat je dat mee kan nemen. Nog een zeep van Alverde. Als het goed is, is dat allemaal natuurlijk. Dus ik heb een lipgloss gekocht in de kleur Rose Hip. Nog meer van die bougie, niet likken eraan. Sokjes met 2 tot 3 mm. En nog meer sokjes met 0,5 mm. Een kwast van Ebelin. Ik had wel een nieuwe bronzerkwast nodig. Nog meer havermelk. Droog shampoo mini verpakking. Nog van Essence een brow fixing gel. Die kende ik niet. En nog een kwast. Ik had niet alle tijd om heel goed na te denken over wat ik ging kopen. Dus ik heb alles wat ik leuk vind gekocht. En nog de kleur peach. Ook die dinges. En nog roze badzout met frozen flower. Hydrogel lippenmasker. Balea kost echt geen drol, dat is echt leuk. En nog meer nose strips. En nog een lipgloss van Alverde, die dus hopelijk ook natuurlijk is. En nog meer hydrogel augenpads. Nachtcreme collageen. Nog meer augenpads, fuzzy. Met glitter effect en make-up remover met van die two-step. Ja, de prijzen zijn te leuk. Anti-shine paper, want ik glim heel vaak. En nog meer barista, maar dan van Erten. En nog een Natural Beeswax Coconut Vanilla. Oh my god, het is veel te veel. Sugar Scrub, Brown Sugar en Chia. Deine Kugelzeit. Winter liegen vliegen met vruchtig wortem duur vroegpunt aroma met glitter effect. Cozy Hugs. Nog meer badschuim. Nog meer badschuim. Nou, dat heb ik weinig gekocht zeg. Nog een lippenbalsem. Eigenlijk vind ik 111 euro voor dit alles nog best goedkoop. Nog een sugar scrub, die pumpkin spice, cinnamon, star. Uiteindelijk belandt dit trouwens allemaal weer in een la beneden in mijn kantoor. En ga ik het niet gebruiken, maar oké. Poeder. En poezy. Hiervan weet ik niet precies wat het is, maar het was een magic tint cream. Soft make-up effect. Rijstsiroop. Ja, want je hebt dus agavesiroop, honing en zo. Maar dit is dus siroop van rijst. Want je rijst altijd heel lekker. En nog sokjes van 2,5, 4,5 mm en een Q10 dagcreme. Die had ik toch al. Ja. En nog zo'n Alverde. Ik heb alle 3 de kleurtjes genomen. Want soms mis ik het wel om lipgloss te dragen. Maar omdat ik alleen nog maar natuurlijke dingen draag, heb ik deze. In pomegranate. Dan hebben we daar nog 1 tas. Dan de laatste tas. We hebben pasta saus gekocht voor vanavond. En nog die laatste gummies. En dit is immuun. Ik denk immuunsysteem. Ik weet het niet eens. Nog een kaasje. Van Geit volgens mij. Dat is mijn lievelings. Dit is dan van de Aldi. Ook nog vegan worsten. Te leuk. Dat het straks op de broodplank komt. Een hummus met ras el hanou. Van mijn moeder heb ik dit gekocht. Omdat ik denk dat zij dit heel lekker vindt. Want het is een soort van zoet koekjesachtig iets met amandelen. Dat vindt zij altijd heerlijk. Nog een vegan dip met tomaat. En voor mijn moeder heb ik allemaal van die pretzels gehaald. En dat vindt zij geweldig lekker.
deze vegan vleeswaren. Bij de Primark heb ik dit gekocht voor beneden, zodat ik mijn kantoor nog wat beter kan organiseren. Die lades. Nog een dip met linzencurry. En nog zo'n vegan biopastei. Deze table covers. Geweldig. Ik wou dit met oud en nieuw dus ook doen. Zeg maar dat je zo'n doorzichtig shirtje aandoet en dan dit erop. Maar die waren overal heel duur. En deze waren €3,50. Dus ik heb zilveren hartjes. En dan heb ik één keer rode sterren. Leather look legging die ik niet heb gepast. Maar ik moet nog dingen terugbrengen naar Primark. Dus dan kan ik eventueel dit ook terugbrengen. Zo'n plak bij H&M zwart en één maat groter. Dus dit is een C. En het laatste is dus deze super chillen die ik nu aangetrekken heb van Juicy Couture. Hij was €25. Ik heb helemaal niks met merken. Maar af en toe vind ik het best leuk. Net als deze trui van Donna Karan New York die ik heel vaak draag. Ik dacht dus dat er ook stond, maar blijkbaar is het Donna Karan. En ik vind dat gewoon af en toe leuk. Nu ga ik alles opruimen en dan was dit het. Ik heb matcha latte gemaakt met die erwtendrank en het is heel vies. En ik heb ook nog eens die rijstsiroop erdoor gedaan. Ik zonde om het weg te gooien omdat matcha heel duur is, maar het is echt goor. Wij gaan weer lekker een nachtje logeren. We gaan naar mijn ouders en we zijn eerst even bij oma. En nu gaan we even naar de markt. Oma gaat bloemen kopen. Yummy! Ze zei het bij de bloemen, zei ze dan. Wat hebben we nog meer? Deze. En deze. En beetjes. Hier hebben we even allemaal lekkere cadeautjes meegenomen. We gaan eerst even een rondleiding door het huis doen. Ja, even stil blijven zitten. Lekker snackies. Het spel lekker om die rauwkost doen. Hoeveel niet per se erbij, toch? Nee, het is altijd lekker veel rauwkost. Ja, dat zijn wel gezonde dingen. Ja, zeker. Nou, maar het is zo. Is er iemand op aarde die ook vroeger dit koekje ging stelen uit de Vianetta? Dat zou echt grappig zijn als iemand. Ja, dat was eigenlijk een soort stelen. Ja. Stiekem in de nacht dit eruit ging halen bij je ouders thuis. In de nacht? Of zo. Ik heb helemaal niks gevlogd hier nog. We gaan Monopoly Pokémon doen. Morning. We hebben dus lekker gelogeerd op mama en nu ga ik even lekker in bad. Welke zal ik kiezen? Deine Küchezeit, winterliche Spiegelbad of auf Wolke 7 Badeschaum? Ik denk deze. Kijk, my god, dat is super lekker. Ik heb mijn lenzen nog eens in, dus ik zie niet, is het nou poeder? Wow. Cool. Ik denk dat er ook glitter in zit en ik... mijn camera wordt nog. Ik haat glitter, maar ik zie niet echt glitter. Oh my god, dat is echt roze. En kijk, ik heb zo'n hoofdsteuntje. En ik ga dit masker op doen. Ik moet alleen 20 tot 30 minuten en ga zo ontbijten. Ik zou het echt de mooiste van de aarde, kijk ik hier. Maar... Kijken. Dit heb ik al best wel lang bewaard voor een goed moment. Oh, ik zie er echt super aantrekkelijk uit, zeg. Wow. Ik ben weer lekker fresh. Oh, mooi man. Latte art. Ah, we gaan lekker ontbijten. Wat ik voor het eerst sinds heel lang weer een keer heb gekocht. Het is zo duur, maar ik wil het heel graag weer een keer kopen. Dragon fruit. Dat is straks een feestje. Dus ik ben net bezig geweest om de koelkast een beetje in te delen, dat mensen hun eigen drank kunnen pakken. Hier hebben we dan gewoon Heineken. Nog hartig jammer, want niet iedereen lust Heineken. En hier heb ik allemaal 0.0 bier. Maar ook bijvoorbeeld Apple Bandit, Rosé bier, Leffe Blond, Triple. Allemaal 0.0, zodat mensen die geen alcohol drinken ook gewoon lekker kunnen drinken. We hebben twee taarten, die heb ik bij Chris besteld. Van de Bijenkorf volgens mij. Dit is een... Oh, hij is kapot. Maar een citroenmeringue en een appel, kaneel, amandel. Superleuk, want we hebben wat vieren, dus dan taart. En dan heb ik hier super veel hapjes, maar dat zal ik jullie straks laten zien. Een echte champagne. Hier dan zo'n rosé champagne. En een... Die heb ik al een tijdje geleden gekocht voor een goed moment. Nou, dat is vandaag. Dit heb ik gisteren gekocht bij de Appie. Ken ik verder niet. Dan hebben we nog Bram Prestige. Dat is ook wel leuk om mee te proosten, dacht ik. En dus uit Duitsland die 0.0 Prosecco. We hebben sowieso vrienden die geen alcohol drinken. En dan voor de kids Cicino Bubbles en deze limonadesiroop. En deze heb ik ook gekocht, kwartel eitjes. Die lagen voor een euro bij de Appie omdat ze nog maar een paar dagen houdbaar zijn. Yeah. Yummy. En het zonnetje schijnt, dus dat is ook wel lekker. Ja, is
Taart aansteken. Maakt geen herrie hoor. Oké, jongens, deze vlog was een beetje chaotisch. Dat begrijp ik. Ik moet er even wennen aan het weekvloggen. Want dan moet je weer wat gestructureerder, weet je wel. Normaal was het een paar dagen heel weinig, dan weer heel veel. En dat vul je dan op in de maandvlog. Maar ik ga het vlog afsluiten, maar ik wil nog even wat kleding laten zien. En we hadden dus iets te vieren, maar dat kan ik dus niet delen. Ja, sorry, ik ben zo irritant, maar dat heeft betrekking tot mijn vriend. En iets wat zeg maar privé is, wat ik niet op internet kan delen. Maar we hadden zeg maar met z'n tweeën echt iets te vieren. Dus daarom alle dierbaren, ook mijn ouders en iedereen van hem, was er. Het was een beetje een spontaan feestje en het was echt mega gezellig. Dus dat is heel erg leuk. En nee, ik ben niet zwanger, wat heel veel mensen denken. Dat niet. Een tijdje geleden had ik dus van Combat Session superleuke kleren gekregen. En dat was die periode dat mijn camera stuk was. Of dat ik de beelden kwijt ben. Dus dat moet ik opnieuw laten zien. Want dat heb ik helemaal niet meer laten zien. Alleen op Insta. Dus ik ga het even aan jullie laten zien. Superleuk. Deze blazer heb ik ook al een paar keer aangehad. Superleuk. Nep leer. Het is zo donker, niet normaal. Mooie achtergrond ook met die ladder. Wat is dit? Oh, heel even de stofzuiger opgehangen. Vet joh. Dus deze blazer zit echt... perfecto. Die draag ik me ook al met hoge broek een topje. Dit is geen topje, maar hij is echt perfecto. Zie je dat? Heerlijk. Super blij mee. Deze had ik volgens mij ook aan toen we een weekendje weggingen naar Nijmegen. Dus die. Het is wel leuk, want zij gebruiken... zij kopen volgens mij op dezelfde plek in als ik met mijn webshop deed. Want ik heb ook dingen van 8 Paris. Ik heb een L. Dit superleuke jasje had ik al op Instagram toen laten zien. Nu net te koud. Een beetje zo'n lente herfstjasje. Dat heb ik toen ook meteen gedragen, maar nu is het echt koud. Ik vind het super leuk. Hij is zeg maar kort, maar gaat precies zo over je buik heen. Dus ik hoor van zoveel mensen dat ze net als ik het liefst niet van die korte topjes dragen. Dit is echt ideaal. Maar ja, dit is wel beter licht. Zo. Oh, nu wordt het blauw. Ook in een maatje L. Dan doe ik weer even mijn eigen blouse aan, want... dat ding is niet echt leuk met blote mouwen. Ik weet dus niet zo goed hoe ik dit moet stylen. Nog niet. Maar ik vind het dus helemaal fantastisch. Maar het ziet er dus niet uit bij mij. Echt irritant. Even naar de spiegel. Bij mij is het gewoon geen gezicht. Ik vind het echt zo'n ding voor Elise. Is haar achternaam ook weer? Ik ben haar achternaam kwijt. Maar twin mom Elise. Ik denk dat je zeg maar echt gewoon je make-up fliekje moet hebben, je haar fliekje moet hebben, de perfecte outfit erbij moet hebben. Want nu lijk ik een soort van Flintstone holbewoner die het koud heeft. Terwijl ik het oprecht dus helemaal het einde vind. Het ziet er echt niet uit. Hoe kan dit? Die wijde mouwen zijn ook niet leuk. Nou, ik heb dus een SM. Hij valt heel groot. Nou, het lijkt alsof ik een dode dier om mijn nek heb. Misschien is dit gewoon niet voor elk mens geschikt om te dragen. Maar ik vind hem dus wel fantastisch, dus ik heb jullie hulp nodig. Hoe ga ik dit zeiden, jongens? Ik vind het heel erg leuk namelijk. I love it. Ja, bizar dat dat raar staat bij mij. En ik had ook nog die schoenen gekregen die ik al heel vaak heb gedragen inmiddels. Volgens mij heb ik die echt wel laten zien. Maar dat zijn deze. En die kleuren super leuk bij de jasje. Heel leuk bij die blazer. En heel leuk bij dat andere bomberjasje. De teddy. Die heb ik al heel vaak aangehad. I like. You love it or hate it. Ook best wel extra. Sommige mensen vinden het echt niet leuk, maar ik vind het wel leuk. Oké, okay, tell me how to style this, because I love it. En het is zo lekker warm. I like. Sorry dat ik zo Engels praat de hele tijd. Nou, dan ga ik deze vlog nu echt afsluiten. Ik zie jullie bij de volgende. Ja. Veel nieuws in de volgende vlog. Ik ben nu Charlotte uit de toekomst trouwens. Ik wil het alleen nog eventjes afsluiten en deze kleren laten zien. Maar... ja, ik moet even het weekvloggen weer een beetje onder de knie krijgen. Ik zal ook mijn vlog openen en afsluiten. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Bye!